kijk, je kunt in Amerika ook universitair getraind stewardess worden. Dat maakt niet uit daar. Op alle niveaus is wel onderwijs. Wat bij ons denk ik veel hbo-achtige opleidingen zijn. Dat is daar zoals allemaal in principe is. Ja, wat tertiair is tertiair onderwijs. Het van Rossum, kunt u mij horen? Mijn pensioen beschouwen is een bijzonder gelukkige fase van mijn leven. Je doet hele leuke dingen. Ja, ik doe leuke dingen en vooral de vervelende dingen kan ik zelf afschaffen. Ik kan gewoon zeggen, ja sorry, maar ik ga helemaal niet vergaderen. Jullie mogen zoveel vergaderen als je wil. Dat heb ik ruim voldoende gedaan in mijn leven. En nog steeds ben ik van mening dat al die uren volkomen en totaal verspild zijn geweest. Ik denk hierbij aan vergaderingen in de universitaire kring. Ik hoef niet meer na te kijken. Waar ik een enorme hekel aan had, eerlijk gezegd. Omdat het een stuk waardeloos werk is. Word je zo moe van al die verkeerde antwoorden of van die werkelijk die van die scripties die zo slecht zijn, je kunt je er helemaal geen voorstelling van maken. Dat geeft natuurlijk wel weer aan de andere kant het euforische gevoel als er één bij is die echt goed is. Dat je denkt, het is mogelijk. Er zijn studenten die iets kunnen. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is wel fijn natuurlijk. Ja. Je hebt dat bij nakijken, heb je dat soms heel sterk. Kijk, door het toeval van, laten we zeggen, de inlevenvolgorde, kan het zijn dat je de eerste 10, dat echt brandhout is, dat je nog nooit eerder in je leven gezien hebt. En dan denk je, ja, zou het ook misschien aan mij liggen? Misschien heb ik het op college niet goed uitgelegd, of heb ik in de werkgroep geen helderheid geboden. Je weet het niet, dus je begint dan te aarzelen van, moet ik ze allemaal een 2 geven, of een 3 of zoiets dergelijks. En dan ineens, nummer 11... alle vragen prachtig, elegant beantwoord. En dan denk je, godzijdank, er is er iemand bij geweest die gewoon heeft opgelet en die het geleerd heeft. Waardoor je dan beseft dat die eerste 10 jaar gewoon ontzettend slecht zijn. Gaf je ook antwoordrichtingen mee als de scripties werden geschreven? Dat je dacht van, dit is wel aardig, maar denk eens aan deze kant? Nee, je was al zo blij als het een min of meer coherent stuk was geworden. Waar je niet praktisch elk woord hoefde te verbeteren. Dat je op zichzelf staat het ze vrij om datgene te beargumenteren wat ze graag willen beargumenteren. Als dat niet klopt, dan zeg je wel, ja, schrijft u nou wel, maar u heeft in de verste verte niet bewezen wat u beweert bewezen te hebben. Maar, en dat zou dan in principe negatief beoordeeld worden natuurlijk. Maar nogmaals, is het enigszins redelijk en samenhangend geschreven, dan ben je meestal wel heel gelukkig. Ja, ja, ik denk dat onderschat wordt dat een aanzienlijk deel van de studentenpopulatie eigenlijk totaal niet op zijn plek is. Iets heel anders moet gaan doen, weet ik veel wat. Dat durf ik je nou niet precies te zeggen, maar ja. Kijk, een studie als geschiedenis, dat is natuurlijk de enige waar ik verstand van heb. Misschien is het in alle andere studierichtingen totaal anders. Allemaal tienen, allemaal genieën, wie zou het zeggen. Maar ja, als je geschiedenis studeert, moet je toch een zekere intellectuele belangstelling hebben. Je moet het leuk vinden om veel te lezen, want dat geeft je extra perspectieven en gelaagdheid aan wat je dan denkt over historische processen. En daar moet je ook geleidelijk aan achterkomen. En ja, ik zou zeggen dat, ja, het is moeilijk te zeggen hoe hoog het percentage precies is. Het zal niet de helft zijn, maar het scheelt ook niet veel van studenten waar je denkt, joh, dit is volkomen zinloos in feite. Ja. Ja, je kan beter iets anders gaan doen. Had je dat stuk nog gezien in Trouw, waarin werd gezegd, goed geschiedenisonderwijs is belangrijk voor de democratie? Nee, dat heb ik. Ik zag dat volgens mij wel. De kop heb ik wel gezien. Of het zo is daar, dat weet ik niet zo zeker eigenlijk. Wat is goed geschiedenisonderwijs? Is al een vraag waar ik zou zeggen, leg mij dat eens uit precies. Waar ga je dan speciale aandacht aan besteden? Aan grondwetsteksten, aan onze eigen grondwet, onze eerste belangrijke grondwet in de 19e eeuw, aan Thorbecke. Of begin je met de Franse Revolutie, of zeg je nou, we moeten eigenlijk met de verlichting zelf beginnen en het centraal stellen van het individu. En moeten we dat sterk filosofisch aanpunten, of moeten we toch meer laten zien dat de verlichting ook in verschillende landen vaak een heel verschillende toon had? Moeten we met Spinoza beginnen?
Dus ik zou wel eens willen weten wat dan precies de inhoud van dat onderwijs is. Of is het gewoon dat we moeten leren om het Wilhelmus te zingen en voor de rest klaar is Kees. Dus ja, dat is zo lang als het breed is. Wat vind jij een goed geschiedenisonderwijs? Nou, ik zou altijd het beste geschiedenisonderwijs, vond ik altijd, dat je toch begint, start vanuit het contemporaine. En dat je aan de hand van de contemporaine geschiedenis ook, naar mijn idee, steeds refererend aan wat er in de buitenwereld, in de grote boze buitenwereld gebeurt. En dan kun je in principe uitstapjes maken op basis van wat je dan verteld hebt over die contemporaine gebeurtenissen. En kun je zeggen, nou kijk, dit is bijvoorbeeld een politiek vraagstuk waar ze in de 17e eeuw al wakker van waren. Of misschien al wel eerder. En neem ons Romeins recht. Ja, mijn zoon die heeft een tijdje rechten gestudeerd. En hij had er vaak niet zo'n zin in. Dus ik las nog wel eens een stukje van zijn leerstof. En ik moet je zeggen, ik wist natuurlijk wel dat het Romeins recht ons recht beïnvloed heeft. Maar hoe dat nou in elkaar zit, via welke lijnen dat loopt, wat voor principes er in dat Romeins recht zijn vastgelegd, in hoeverre die verschillen van ons recht. Nou, dat wist ik eigenlijk allemaal niet precies en vond ik hoogst interessant, eerlijk gezegd. Dus ja, dat je moet daar ook, ik zou, in ieder geval zou ik zeggen, zorg dat je niet vasthoudt aan een handboek, aan een tekst. Dat werkt dodelijk naar mijn idee. Ga vooral bovenal niet uw eigen handboek gebruiken, omdat het dan eindelijk behoorlijk verkocht wordt. Doe dat vooral niet, dat is nog veel en veel dodelijker. Ooit in een bui van luiheid of nonchalance, ik weet het niet, heb ik 1 jaar... mijn eigen handboek over Amerikaanse geschiedenis als tekst gebruikt, dat is verschrikkelijk gewoon. En je krijgt een hekel aan je eigen tekst, bij wijze van spreken. Dus ja, ik zou het zeggen, sterk improviserend vanuit het heden, maar dan steeds met het bewustzijn van het verleden. Maar goed, dan zullen veel mensen zeggen, nee, dat is toch allemaal veel te contemporair, dat leidt tot modieuze kletskoek, dus dat moet je eigenlijk niet doen. Begin maar meteen met. Dat is ook zo'n vraag. Je hebt 6 jaar middelbare school. Ik ben opgeleid volgens, althans wat betreft de geschiedenis, met de zogenaamde semi-concentrische methode. En dat betekende dat we begonnen in het oude Sumerië. En dan had je naar het oude Egypte en je had de Hittiten en tenslotte de Grieken en de Romeinen, de hele sante kraam. Ik vond dat als 12-jarige fascinerend. Ik vond het geweldig. Ik ben er nog heel gevoelig voor. Jarenlang archeoloog willen worden. Is daar nou tenslotte niet uitgekomen. Maar ik vond het wel hoogst interessant. Terwijl misschien anders zeggen, wat moet je ermee? Wat is er over van het oude Sumerië? Een paar bulten in het zand. Dat is het in grote trekken. Maar ook dat is heel interessant te maken. Want dan lopen we uiteindelijk natuurlijk tegen een van de kernproblemen van alle onderwijs aan. Dat natuurlijk heel erg veel afhangt van de docent. Is die docent een beetje bevlogen? Vindt hij het leuk? Heeft hij de aardigheid in? Zet hij de kindertjes aan het werk? Dat zijn allemaal enorm belangrijke zaken. Ontzettend veel leraren in het middelbaar onderwijs zijn heel goed. Maar er zijn er ook genoeg. Ik heb al vaker volgens mij het voorbeeld gegeven van mijn geschiedenislerares. In 1 en 2 had ik een fantastische leraar. Echt geweldig. Dank u wel meneer de Jong. Hij zit er lang in de hemel. Maar die ongetwijfeld ook geschiedenisonderwijs geeft. Ja, die helemaal zal toch ook wel een geschiedenis hebben. Hè? Simpel begonnen natuurlijk ooit. En ondertussen is het natuurlijk sterk uitgebreid. En hebben ze daar waarschijnlijk ook sms-berichtjes waar de mensen inzicht in willen hebben. En ja, daarna 3 en 4. Was het van zo beschamend brandhout van een zo ingrijpende en verpletterende stomzinnigheid, dat je denkt, hoe is dit mogelijk in een 3e en 4e gymnasiumklas? En aangezien ik een beta was, heb ik natuurlijk in 5 en 6 geen geschiedenisonderwijs meer gehad. Tenminste, niet dat ik me herinner. Maar heeft het jou beïnvloed dan, die slechte leraar? Totaal niets. 0,0. Vond het lachwekkend. Maar het deed me verder niks. Mijn interesse was gewekt en ja. Daar is in feite eerder is die interesse geleidelijk aan groter geworden en wat meer contemporair gericht. En misschien ook wel wat politieker, hoewel de jaren 50 waren wel erg apolitiek. Die tweede lerares, de eerste was een leraar, dat heeft mij niet. Ja, ik vond het treurig dat het zo was.
Maar goed, vrijwel alle middelbare schoolvakken kunnen, zelfs wiskunde, kunnen heel, heel interessant gegeven worden. Maar, en of dat gebeurt is afhankelijk van de kwaliteit van de docent. Hmm. We hadden zeker in de tweede klas een leraar Latijn, die vond ik echt voor hartstikke goed. Dat was wel vaak een probleem als ze hartstikke goed waren, dat ze ook vlot weer vertrokken uit Wageningen. Ik weet niet, werden ze waarschijnlijk leraar aan een van dat deftige gymnasium in de Randstad of zo, dat weet ik niet. Maar, dus dat, god, hoe heette die man nou toch ook weer? Wat Kroon. Wat maakt Kroon goed? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Dat je eigenlijk wel gestimuleerd was om aan dat Latijn te beginnen. Weet je, dat je al aardigheid had in het vertalen van de kleine tekstjes en zo. Terwijl ja, je kreeg pas Caesar geloof ik in drie in de derde klas. Maar dat ben ik ook allemaal een beetje vergeten hoor. Maar jij kunt hem goed vinden, maar jouw buurman die kan hem een ontzettende lul vinden. Nee, het is zelden zo dat een echte goede leraar, bijvoorbeeld die geschiedenisleraar in 1 en 2, die vond ik heel goed. In elke klas heb je kinderen die werkelijk nergens in geïnteresseerd zijn, 0,0. Dat komt voor, maar er waren meerdere jongens die meneer de Jong, zo heette die, en een geweldige leraar vonden. Ja. Nee, kijk, je moet ervan uitgaan, op de Pelke middelbare school zit een brede populatie. Ja, waarin is die geïnteresseerd in rijden met de andere sekse, in de bromfiets, althans in mijn tijd was dat. Iedereen sleutelde aan een bromfiets en je kreeg volgens mij ook al de glazen straal met bandjes en zo. Ja, die hadden geen enkele interesse in de aangeboden stof. Echt nul. Ja. En natuurlijk, sommige stof is ook lastig om dat leuk aan te bieden. Wiskunde, dat is een. Dat moet je echt kunnen. Maar de relatie tussen geschiedenis en de democratie, die zie je niet meteen. Nou, die zie ik direct, maar dan wil ik wel dolgraag weten welk geschiedenisonderwijs dat is. En ga je dan speciale aandacht besteden aan bijvoorbeeld de voorwaarden voor een democratische samenleving? Welke voorwaarden zijn dat dan? En waar ontleen je die precies aan? En is het toeval dat vooral kleine West-Europese landen een min of meer solide democratie hebben, hoewel daar tegenwoordig ook de rafelrandjes bij hangen? Is het toeval dat er natuurlijk in, laten we het zeggen, Latijns-Amerika wel bar weinig goed functionerende democratieën zijn? Hoe komt het dat een schijnbaar zo solide democratie als de Amerikaanse druk bezig is al jaren om ingrijpend te ontsporen? Nou ja, dat zijn allemaal hele ingewikkelde vraagstukken. Ja. Vooral die vaak ook toch een licht arbitrair karakter kunnen hebben. Ja. Heb jij, toen je in Amerika was, heb je toen meegekregen hoe ze daar geschiedenisonderwijs vormgeven? Nee, ik heb heel lang geleden, heb ik een reis gemaakt, gefinancierd door de Amerikaanse overheid. En daar herinner ik mij een middelbare schoolklas in Californië. En daar dacht ik al, weet je, dat was eigenlijk een beetje een klas zoals het Nederlandse onderwijs tenslotte ook ontspoord is in, volgens mij, in de afgelopen 20, 30 jaar. Totale chaos. Lawaaiig. Stonden van die jongetjes, die kwamen dan iets aan de onderwijzeres, het was een onderwijzeres vragen. En die legden dan eens hun arm om erheen en zo, dat je denkt, ja, wel gezellig, maar dit kan niet. Ik dacht na een kwartier van, nou, hier, één ding weet ik zeker, hier leren ze geen bal. Amerika is natuurlijk een heel wonderlijk gestructureerd onderwijssysteem, omdat met name ook in het tertiair onderwijs de kwaliteitsverschillen zo gigantisch groot zijn, dat er eigenlijk altijd een tussenlaag is waar je moet bewijzen dat je eventueel naar een topuniversiteit kunt. Ja, kijk, je kunt in Amerika ook universitair getraind stewardess worden. Dat maakt niet uit daar. Op alle niveaus is wel onderwijs. Wat bij ons denk ik veel hbo-achtige opleidingen zijn. Dat is daar zoals allemaal in principe is. Ja, wat tertiair is tertiair onderwijs. Ja, ze noemen daar de universiteit, wat daar een universiteit is niet hetzelfde niveau als hier. Nou ja, vaak is het veel hoger dan hier natuurlijk. En dat ligt aan het feit dat sommige Amerikaanse universiteiten in gelegenheid zijn omdat het natuurlijk niet officieel van Zuid-Centraal punt geregeld wordt. Om zich heel anders te gedragen, beter te betalen en absoluut topkader aan te trekken. Maar niet allemaal. En dat geldt eigenlijk niet. Zo'n universiteit heeft een college afdeling, dus een vierjarige collegeopleiding.
daar denk ik dat de kwaliteitsverschillen met Nederlandse universiteiten niet groot zijn. Zeker niet. Maar ze hebben natuurlijk vaak een researchafdeling die de wereldtop is. En waar je alleen terechtkomt als je werkelijk iets kunt. Of dat nou MIT is of Stanford of Harvard. Of, maar nu noem je de bekende. Maar dan zijn er ook genoeg die zijn onbekende. En dan is het niveau toch minder. Nee, maar in elk lijstje kun je dat nakijken wie er goed scoort. En dat er op zichzelf zijn, dan is er niks mis met de Nederlandse universiteiten. Maar dat is weer sterk afhankelijk van de hoogleraar. Het bewuste individuele instituut. Wordt dat goed gerund? Eens heeft dat al een traditie van interessant research? Ja. Maar natuurlijk, waar we het nu net over hebben, dat is zeg maar de universitaire onderbouw. Hè? Waar mensen dan tegenwoordig kun je in Nederland ook een BA halen en dan mee stoppen. Dan ben je na 3 jaar klaar. Wat ik daarvan gezien heb, was ik er niet van onder de indruk, laat ik er dat van zeggen. Mijn zoon heeft 2 jaar een HBO-opleiding gevolgd, daar was ik ook totaal. Ik vond het wel interessant. Ik denk, kijk eens in die boeken en zo. Nou, daar was ik ook niet van onder de indruk, eerlijk gezegd. Wat vond je daarvan dan? Oppervlakkige lul. Ja, kan je anders zeggen. Ze noemen de HBO's University of Applied Sciences, hè, hier in Nederland. Nou ja, misschien heb je geweldige instituut, ik heb geen idee. Dit is zuiver op basis van wat ik van mijn zoon heb gezien. Die zag er ook niet veel in. En die is tenslotte toch een soort combi gaan studeren van recht en economie. Het is heel praktisch ingestoken, hè, HBO? Ja, en terwijl, dat was eigenlijk wat mijn zoon aantrok. Praktisch onderwijs. Hij wou eigenlijk zo weinig mogelijk onderwijs genieten na de middelbare school. Hij wou gewoon aan het werken en hij wou graag geld gaan verdienen. Maar hij had toch vrij snel in dat snotje dat je er niet veel aan had op dat niveau. Hoe hebben ze in China hebben ze ook universiteiten natuurlijk, hè? Ja, ik vermoed, maar dat weet ik helemaal niet zeker, daar weet ik heel weinig van, dat enorm selectieve systemen zijn. Dus dat je heel snel, dus moeten natuurlijk, kijk, zij willen in alle denkbare sectoren willen zij tot de top van de wereld behoren, ook op het punt van onderzoeks. Faciliteiten en het niveau van dat onderzoek. En dat betekent dat ze natuurlijk uit die enorme massa, uit dat gigantische aanbod, moeten ze natuurlijk de absolute top, de meest bekwame zien te selecteren en op de juiste wijze in de juiste instituten kunnen onderbrengen. In 89 bijvoorbeeld, hè, als je die opstand hebt op dat Tiananmenplein, daar was een van de klachten van de studenten dat ze helemaal een eigen studierichting niet konden kiezen. Je kreeg gewoon een decreet van de overheid dat je zus of zo moest studeren. Want ze probeerden dat zoveel mogelijk te kanaliseren. Hoe dat nu is, weet ik niet precies. Maar ik vermoed dat het zeer selectieve systemen zijn. Terwijl wij zijn daar nooit echt gelukkig mee. En wij vinden iedereen moet een kans hebben. Wij hebben nog steeds die hele discussie ook. Dat het selectiepunt bij ons te vroeg ligt. Hè, eigenlijk na de lagere school al. En dat het opgeschoven zou moeten worden. Omdat je nog niet helemaal goed ontwikkeld bent. Ja, daar heb ik mijn twijfels over, eerlijk gezegd. Omdat je natuurlijk toch een beetje bang bent dat de kinderen die echt iets kunnen, wat vaak al op de lagere school vrij evident is, dat die nog een jarenlang om moeten rondtobben op een school die weinig eisen aan ze stelt. Die het niet moeilijk maakt, niet uitdagend maakt. Om je nou eerlijk de waarheid te zeggen, en ik kijk even naar de academische studie voor geschiedenis, vond ik vooral de eerste 2-3 jaren, ja, dat was totaal niet uitdagend. Dat stelde echt, sorry, geen reet voor. Je kon er zelf iets van maken. Je kon je kandidaatstentamens wel zo inrichten dat je er wel wat van opstak, maar eigenlijk heb ik toch pas in de doctoraalfase dingen gedaan waarvan ik dacht, joh, dit is inderdaad interessant en moeilijk. Ja. Hier heb ik iets aan, ik steek er iets van op. Want op zichzelf had dat moment dat je iets moeilijks moet doen, dat je na moet denken, dat had wat mij betreft wel wat eerder in de academische studie kunnen komen dan het kwam. Dat was toch eigenlijk allemaal een beetje schools gedoe. Ja, je moest voor een tentamen, je weet hoe het is, je moest 12 boeken lezen en dan moest je aan de professor vertellen wat erin stond. Ja, als je een vrij normaal werkende intelligentie hebt, je hebt niet de kantjes eraf gelopen, je vond het wel lollige boeken, nou dan is dat niet zo'n enorme kunst natuurlijk. Maar mijn doctoraalscriptie, ja, dat zou ik zeggen. Ik had best vast wel 2 soort aanloopjes willen doen met een soort van proefscriptietje.
over een beetje een lastig onderwerp. Dat, ja. Maar ik heb van mijn doctoraal scriptie ontzettend veel geleerd. Ja, dat vond ik ontzettend fijn en leuk om te doen. En waarbij je ook echt het gevoel krijgt, pot 3, ik schrijf geschiedenis. Ja, dat moet je niet al te serieus duiden, maar dat gevoel had ik toch wel, ja. Dan heb je hem nog in huis liggen? Ja, ik heb hem nog handgeschreven. Lees je nog wel eens terug? Nee, ik heb opgezocht wat mijn conclusie was. Omdat ik voor een of andere stukje moest ik zo'n beetje een terugblik geven hoe het nou gegaan was met die scriptie. En ik moet zeggen, ik had dat opgeschreven, maar ik dacht toch van ja, klopt dit eigenlijk wel? Dus ik heb enorm gezocht op de vliering en ik heb er dus nog een handgeschreven exemplaar. Ik had het wel wat mooier gemaakt dan het in werkelijkheid was. Want wat was het onderwerp? Het onderwerp was eigenlijk het begin van een koude oorlog. Door wie dat nou eigenlijk gekomen was. Was het allemaal de schuld van de Russen? Was het juist? Dat was modieus in de tijd dat ik dat ding schreef. Dat het eigenlijk, nee, het was niet van de schuld van de Russen. Het was allemaal de schuld van de Amerikanen eigenlijk. Omdat die een heel dynamisch, expansief kapitalisme erop nahielden. Nou ja, de werkelijkheid, dat voel je al aan je water, is natuurlijk oneindig veel ingewikkelder. Het is een hele complexe botsing op tal van verschillende niveaus. En dat had ik nog wel wat ingewikkelder kunnen maken dan ik het tenslotte opgeschreven heb. Ja, maar goed, ik had er een prima cijfer voor, kan je gerust stellen. Wat was het cijfer dan? Het was een 9. Oh, nee. Nou is die zo ongelooflijk omvangrijk dat misschien alleen al op basis van de omvang een hoog cijfer gewettigd was. Je weet niet, je hebt niet meer gevonden wat de feedback was van de begeleiders toen. Ja, zeker wel, zeker wel. Er was eigenlijk geen begeleiders. Dit was een tijd dat er nog maar één begeleider was. Namelijk mijn latere chef Herman van der Dunk. En die heeft op meerdere punten in de scriptie had hij er in de kantlijn geschreven. U schrijft geen handboek, want dan had ik allerlei zaken die iedereen wel weet, had ik nog eens breed uit de doeken gedaan. Maar ja, was uiteindelijk met het totaalresultaat was hij wel tevreden. Ja. Anders had hij neem ik aan dat cijfer niet gegeven. Ja. Je hoort nu nog wel eens vaak op universiteiten van studenten, maar ook van bedrijven, dat het niet praktisch genoeg is. Hè? Dan komen ze van de universiteit of bij een bedrijf en dan kunnen ze eigenlijk niks. Nee, ik denk dat dat wel klopt. Daar ben ik nou niet zo van onder de indruk, want je kunt, wat voor praktijk zou je dan aan die studenten moeten leren? Is dat de praktijk van het runnen van een hedge fund? Of is dat de praktijk van de bestrijding van het witwassen? Of is dat zo'n bank, daar doe je tal van de verschillende dingen. Nee, je moet ze juist een zekere theoretische kennis bijbrengen, zou ik zeggen. Zeker als het gaat om het runnen van bedrijven. Om de eenvoudige reden, ik geloof helemaal niet in managementcursussen. Volgens mij ben je of een geboren manager of je zult nooit van je leven leren om iets te managen. Misschien een beetje een vooroordeel, maar die indruk heb ik toch wel vrij sterk. Dus nee, je moet ze een theoretische scholing geven. Hoe werkt überhaupt het bedrijf? Hè? Leer ze maar. Je hebt toch die bekende mensen die maken zo'n startbedrijf, beginnen een bedrijf en dan, nou, de eerste paar jaar loopt het als een trein, het groeit als een scheet werkelijk. En dan krijgen ze na het schijnt zo'n hele moeilijke fase waar ze extern geld aan moeten gaan trekken. En nou ja, dan gaat het vaak totaal mis. Ik weet niet, leer ze iets over hoe bedrijfsstructuur zich feitelijk ontwikkelt. God, de buurvrouw heeft wel 2 verrek lekkere ijsjes gekocht, zeg. Ja, waar haalt ze die vandaan? Ja, uit Van Vorst IJspaleis, hier om de hoek. Ja, ik zie het, ja. Ja, ik word helemaal afgeleid. Ja, nou misschien moeten we daar een keer langs gaan. Dat we in het IJspaleis. Ja, dat ze een keer dat langs komen brengen hier. Ja, dat zou niet gek zijn. Oppervlakkige gelul. Voor ons ligt Duitsland. In ons marcheert Duitsland. En hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.